Goedemorgen, het is vandaag zondag 12 maart 2023. En de preek komt van God, niet van mij. En vanmorgen toen, zoals gewoonlijk, zei ik eigenlijk hier in de groep, wie heeft er nog wat vandaag voor de preek? Want je begint met een leeg canvas, je begint met een leeg blaadje. Waarom? Omdat God ons wat wil vertellen. En toen kreeg ik twee dingen te horen. Eén, iemand zei, how strong is your faith? Ga ik zo vertalen. En de andere vroeg, keuzes maken in je leven. En dan gaat de muziek beginnen. En dan ben ik altijd in tune met Vader God, de Heer Jezus en de Heilige Geest. En toen ging ik, zoals altijd, een tekeningetje maken. Ik ging een tekening maken van een weg. Ik laat ze ook even hier zien. Dat is een weg. En de weg is natuurlijk de Heer Jezus. De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Zonder de Heer Jezus loop je verkeerd. En de eerste zin is, how strong is your faith? Hoe sterk is jouw vol vertrouwend geloof? Maar als jij naar God de Vader wil, dan is het belangrijk dat je ook het vol vertrouwend geloof hebt. Vroeger liep de Heer Jezus hier op deze aarde. De mensen konden hem aanraken, de mensen konden met hem spreken. Maar zelfs dan wil ze de Heer Jezus heel vaak niet. Wij hebben het nodig van het vol vertrouwend geloof. Hoe doe je dat? Dat doe je door op de weg te lopen van de Heer Jezus. Dan heb ik een weg getekend hier. Ik zal hem even laten zien. Kijk, als wij vorige week hebben een preek gehad van heel mooi. Als je net voor de berg staat, je hebt groen gras. Het wandelen met de Heer Jezus gaat dan lekker, lekker makkelijk. La 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 la, nog geen vuiltje aan de lucht. Het regent niet, het hagelt niet, het sneeuwt niet zoals afgelopen week. Je loopt gewoon, je wandelt gewoon lekker op de weg. Maar dan komen de eerste struikelingen. Er komen wat problemen op de weg. En wij als mens zijnde hebben dan de neiging om af te wijken. En als de weg, dit is de weg van de Heer Jezus. Dat loop je met hem mee. Maar als jij namelijk afwijkt, dan ga je steeds een stukje opzij. En hier zie je de Heer Jezus nog wel. Ik heb een eerder deze spreek gegeven, jaren geleden. Maar die komt nu terug, van God. Je loopt samen met de Heer Jezus op de weg. Maar dan komt er een obstakel. Ja, daar heb je niet zo zin in. Dus je gaat eromheen. Dus je gaat iets naar rechts, of iets naar links. En er komt weer een obstakel. Je gaat nog een beetje opzij. Maar de Heer Jezus blijft op die weg lopen. Zolang jij de Heer Jezus nog ziet, gaat het best goed. Maar op een gegeven moment hoor je zijn stem niet meer. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus veel verder is. Want de Heer Jezus is recht doorgelopen, maar jij bent afgedwaald. Vanmorgen, en dat is natuurlijk heel pittig. Want op het moment dat je namelijk bent afgedwaald, is het moeilijker om terug te gaan dan dat jij eigenlijk op de weg blijft wandelen. En dat afgedwaald zijn kan verschillende dingen hebben. Dat kan zonde zijn. Dat kan niet je bediening doen. Dat kan zijn dat je iets doet wat je niet moet doen. Dat kan zijn dat je iemand haat. Dat kan iemand zijn. Bedenk alles maar. En als je wil weten waar het nog meer staat, is Galaten 5 vanaf vers 13, 14. Dat zijn de dingen die je niet moet doen. Ik ga het niet voorlezen. Pak thuis die Bijbel er eens bij. En dat staat in Galaten 5 vanaf 13, 14. Dat is dus de vrucht van jouw vlees. Dat moet je niet doen. Dan, op het moment dat je dat gaat doen, dan raak je van die weg af. En in het begin is het nog maar iets kleins. Maar op het moment dat je dus afwijkt, op een gegeven moment kun je niet meer. En dan wordt het steeds lastiger en lastiger en lastiger. Galaten 5 vers 22 is de vrucht van de geest. God wil dat je dat wel doet. En als je nou net goed dat tekentje hebt bekeken, dan zie je ook dat de weg is de Heer Jezus. Dat is de weg. Vader God, daar willen we naartoe. En de Heilige Geest ondersteunt jou om die weg te laten lopen. Zonder Heilige Geest is die weg impossible. Is gewoon onmogelijk. You need the Holy Spirit. Je hebt de Heilige Geest nodig. Zo ongelooflijk belangrijk. Vanmorgen zongen we een lied, Hosanna. Ja, je kent dat vaker bij. Dus ik zong dat, ik was dat woord aan het zingen. Hosanna. Ik denk, wat was Hosanna ook alweer? En dan vraag je dat aan de Holy Spirit, aan de Heilige Geest, sorry. En dan, ik dacht, ik ga het toch eens even checken. Eigenlijk wat je zingt is, help mij. Help mij nou toch. Help mij nou toch. Want ik ben afgedwaald. Ik heb ergens een verkeerde U-turn. Ik heb ergens een iets misstap begaan.
En ik heb uw hulp nodig. En dan vraag je dat ook aan de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is onze helper en trooster. Hij helpt je. Maar niet altijd op de manier zoals jij dat wil. Wij maken heel veel mee. En ik wil jou iets laten zien. Misschien heb je er altijd over gelezen. In 1 Petrus. Gaan we naartoe. 1 Petrus 1. En dat komt omdat we vanmorgen wat zochten over het licht van de wereld. Dat is de Heer Jezus. In hem is geen duisternis, maar die parkeer ik even. 1 Petrus. En lees hem even mee, want er staat iets heel bijzonders in. Petrus is gewoon 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan de vreemdelingen die in de verstrooingen zijn. En dan krijg je allemaal leuke namen. I don't care, want het gaat niet om die namen. En dan zegt hij de uitverkorenen naar de voorkennis van God. De Vader. In heiliging door de Geest. Tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. En het eerste woordje wat mij opviel is voorkennis. Ken je dat woordje? Voorkennis. Hè, dat doen ja, sommige mensen die whitewashing doen. Hè, die gaan dan handelen. En dan weten ze van tevoren, er gaat wat gebeuren. Daar gaan ze heel veel geld mee verdienen. Weet je dat wij ook voorkennis hebben? Dat staat hier ook nog. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Hij heeft voorkennis. En er staat, naar de voorkennis van God, de Vader. Want we gaan dan naar God de Vader toe straks. Dat is de bedoeling. In heiliging door de Geest. Want door de Heilige Geest word je heilig. Staat hier, hè? Jongens, staat hier gewoon. Oké? Tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Jongens, het is soms moeilijk om de Heer Jezus te gehoorzamen. Jongens, ik sta vooraan om af en toe te denken, nou Heer, wat u nou voor me vraagt? Ik heb er geen zin in. Geef mij een potje maar een fikje. Ik doe het gewoon niet. Het is niet altijd slim. Ben ik heel met je eens. Maar wij vragen hulp aan God de Vader. De Heilige Geest en de Heer Jezus. En waarom is onze weg, dat is de tweede vraag, keuzes maken in je leven. Waarom is het dan zo moeilijk om soms keuzes te maken in je leven? Waarom als wij een keuze maken, heeft het altijd een reactie? Er is altijd een reactie op de keuze die je maakt. En soms denk je, ik weet zeker dat God wilde die keuze maakt. En dan kom je daar en dan heb je een puddle of dirt. Dan val je gewoon in de modder. Gisteren gebeurde dat mijn dochter. Ze deed wat. En toen viel zij in de modder. Echt vlot. Dan lig je in de modder. Maar luister. Soms liggen we in de modder. Maar weet je dat die modder soms ook goed voor je kan zijn? Ach, maar je laat je klets uit je nek. Nee, luister nou eens even. Als jouw weg altijd over rozen gaat. Als het altijd maar een plafijt weggetje is. Leer dan wat. Het antwoord is nee. Mijn lieve collega gisteren zat vast in een modder. Niet dezelfde modder, maar dan een plekje verderop. Jee. Hij ging met de auto toch. Waar het je modder was. En hij zat vast. Ja, niet al slim. Ik heb ook 2 keer vastgezeten. Ik doe het niet meer daar. Ik heb ervan geleerd. Ik doe het niet. Maar dan staat hij daar en dan vraagt hij hulp. En dan komt een broeder hem helpen. Hoe gaaf is dat? Maar hij heeft er wel van geleerd. Van, hé, wacht eens even. Ik moet dat volgende keer niet doen. Maar de broeder die hem heeft geholpen, die ziet dat ook. Jongens, wij zien vaak niet de uitkomst van de keuzes die wij maken. Lieve schatten, zoveel jaar geleden, 30 jaar geleden ongeveer, heb ik een gigantisch ongeluk gehad. Als ik dan een keuze had gemaakt om eerder weg te gaan of later weg te gaan, dat is een keuze. Of dan was ik niet hier, had ik hier niet gezeten. Ja, dat klinkt misschien heel raar. God stond toe op dat moment dat ik werd aangereden door de auto. Ja, maar God, jawel, luister nou even. Soms pakt God iets om jou iets te leren. Kijk naar Jozef. Jozef kreeg een prachtige droom. En hij kreeg een droom dat zijn broeders zouden buigen voor hem. Maar hij had wel last van arrogantie. Hoogmoed en trots. Kijk eens hoe goed ik ben, want jullie gaan allemaal voor mij buigen. Nou, dacht God, wacht even. Ik ga je toch even wat leren. En doordat hij een behoorlijke fikse les kreeg, heeft hij daarna zijn hele familie
heel veel mogen redden. Van de week was ik de Bijbel aan het lezen, dat is niks nieuws. En toen liet God mij zien sterke vrouwen in het woord van God. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Esther. Esther komt de laatste tijd heel vaak terug. Esther moest ook keuzes maken. En how strong was her faith? Hoe sterk was haar vol vertrouwend geloof? Ze was een prachtige dame en die werd gewoon meegegeven om als dame aan de koning te worden gegeven. Ze had geen keuze. Dat kon ze geen keuze maken. Maar door de keuze die zij maakte, door onderdanig te zijn, door de wijsheid van God in haar toe te staan, heeft ze haar hele volk kunnen redden. Was dat makkelijk? Nee. Ze moest van alles en nog wat doen. Vergis je niet. God vraagt ons soms dingen te doen die wij niet leuk vinden. Van de week zei ik tegen mijn collega die dan hier ook de aanbidding leidt. Ik kan niet elk liedje meer meezingen. Ik ben heel eerlijk. Want sommige liederen vind ik, dan ben ik er niet meer 100% achter. En dat lied gaat over God die nooit teleurstelt. En toen zei ik, ik ben heel eerlijk naar jullie jongens. Ik zei, God heeft me wel teleurgesteld. Hij heeft me dingen beloofd, dat en dat en dat en dat en dat en dat. Is niet gebeurd. Ik vind het niet eerlijk, ik ga niet meer meezingen. Dat was ik, hè, Marjolein, die bezig was met haar vlees, hè. Laten we even eerlijk zijn. Maar dan lig je in bed en dan komt God. Hallo, hallo. Zo, dus jij vindt het lied niet meer leuk? Nee, ik vind het niet meer leuk. Ik doe het niet meer. Ik zie het niet meer zitten. U heeft me teleurgesteld. Hij zei, dat denk jij maar. Ik zei, dat is gewoon zo. Dan ben ik met hem. Je denkt van, nou Marjolein, wat ben je brutaal. Maar wacht even. Je mag wel een conversatie hebben met God jouw vader. Je mag met hem praten. En je mag gewoon eerlijk zijn. Ik ben gewoon bloedeerlijk. Hij heeft er niks aan dan huichelarij. Wees gewoon eens eerlijk. Heer, ik ben het niet met u eens. Sorry. U kunt het leuk vinden. We hebben zo'n uitdrukking van Nick en Simon. Je kunt het leuk vinden. Je kunt het niet leuk vinden. Het is zo. Dus dat zei ik ook tegen God de Vader. U kunt het leuk vinden, u kunt het niet leuk vinden. Het is gewoon zo. Maar dan komt hij opeens met iets anders. Via een omweg. Maar, zegt hij Marjolein. Ja, ik heb geen zin om te luisteren. Ja. Maar waarom denk je dat ik jou teleurgesteld? Nou, want dat belooft, dat belooft. Ja, dat klopt wel, zegt hij. Zie, ja, maar je had ook beloofd in een bepaalde perspectief. Hij zegt, maar jij vergeet één ding. Hij zegt, ik heb niet alleen jou, ik heb de hele wereld. Hij zegt, en het gaat erom dat ik de hele wereld red. Ja, dat klopt. Ik laat jou soms door dingen heen gaan die jij niet leuk vindt. Nee, dat klopt ook. Maar doordat jij meemaakt, stond jij nog meer, nog sterker geworteld. Ja, maar, ik heb dan weer een weerwoord. Dat is een keuze die ik maak. Maar op een gegeven moment, God heeft zoveel wijsheid. Hij ziet en weet alles. Het doet soms zoveel zeer. En ik zeg, heer, maar ik doe alles voor u. Hij zegt, maar dat weet ik wel, Marjolein. Alles wat je voor mij doet, vergeet ik niet. Maar alles wat jij doet, wat je zegt, dat je bespuugd en bespot wordt, ik weet het allemaal. Ik ben in control. Maar heb jij het vol vertrouwende geloof? Ja, dat heb ik wel, heer. Maar ik ben nog steeds niet blij. Maar dat hoeft ook niet. Hij zegt, daar gaat het toch niet om? Het gaat om je hart. Het gaat om je hart geven aan hem. En de keuzes die ik maak, doe ik voor God. Is het moeilijk? Het is soms zo moeilijk. En dan is iedereen tegen jou. En dan denk je, niet iedereen, een klein groepje na. Hij zegt, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Wat dacht je van de Heer Jezus? Ze bespuugden hem, bespotten hem, sloegen hem. Zelfs de Joden hingen hem aan het kruis. En hij is gekomen als redder en verlosser. Niet alleen voor mij. Voor de hele wereld. Hij zegt, zelfs de Heer Jezus moest keuzes maken. Heeft hij gekozen om aan het kruis te gaan? Ik zeg, ja. Hij zegt, heb ik hem ook teleurgesteld? Ik zeg, nou, inderdaad, op het laatst hing hij aan het kruis. En toen riep hij, vader, vader, waarom heeft u mij verlaten? Eén ding, lieve mensen. God de Vader verlaat jou niet. We blijven op de weg wandelen die de Heer Jezus jou geeft. Hij geeft jou voorkennis. Weet je wel wat die voorkennis is? Dit. Hij vertelt je gewoon wat er gaat gebeuren.
In de laatste tijd, staat hij gewoon, zullen mensen verblind zijn. Ja, dat klopt. In de laatste dagen, mensen willen het juiste woord niet meer horen. Nee, dat klopt. In de laatste dagen zullen er allemaal dingen gebeuren aan de hemel. Dat klopt ook. Gisteravond lag ik in bed en er was zo'n heldere ster. En die kwam bijna dichterbij. Ik zeg tegen Jezus, komt. Ik zeg, Kim, luister, kijk. Hij zal komen. Maar het was net of hij even een knipoog aan mij gaf. Hij kwam heel dichtbij. En toen trok hij zichzelf weer terug. En hij zwakte af. En poef, weg was hij. Even voor mij. Ik ben er nog wel, jongen, meisje. Ik ben er nog wel. Hou vol. Ik kom spoedig. Wij weten in Openbaring 3 dat wij het bevel moeten bewaren. Dat de Heer Jezus spoedig gaat komen. Of hij nou vanavond komt, of hij nou morgen komt, of over 5 jaar komt. He is coming. Amen. Hij komt eraan, jongens. Maar hou vast wat je gekregen hebt. Wij hebben een fantastische Bijbel. In Nederland hebben we wel 40 vertalingen, man. Wat een luxe. In het Fries, in het Overijssels, weet ik het allemaal. En het is Drens, NBG, herzienenvertaling, Bijbel in gewone taal. Je kunt het zo gek niet denken of we hebben het in Nederland. Maar wij in Nederland zijn het armste land, geestelijk, bijna ter wereld. Doordat wij zoveel hebben, zijn wij lui geworden. Doordat wij zoveel welvaart hebben, weten we niet meer hoe het is om hard te werken. Weten we niet meer is om vol vertrouwen de Heer te volgen. Terwijl wij de voorkennis hebben. De voorkennis om de rijkste persoon geestelijk ter wereld te hebben. Want wat heb je als je alles hebt? Wat leuk dat je een prachtig huis hebt. Wat leuk dat je 10 ouders hebt. Wat leuk dat je 5 keer per jaar vakantie kan. En dan? Het moment komt daar dat je laatste adem hebt uitgeblazen. Of je moet wederom geboren zijn. Dan zou ik hem misschien uitblazen. Maar dan weet ik 1 ding. Ik ben meteen bij hem, in het paradijs. Of strakjes dat hij ons ophaalt. Lieve, lieve mensen, we hebben de voorkennis dat je weet, je hebt eeuwig leven. Maar wanneer heb je eeuwig leven? Wanneer jij je leven aan de Heer Jezus geeft. Wanneer jij hardop beleidt, Heer Jezus, u bent mijn redder en verlosser. U bent voor mij aan het kruis gegaan. U bent opgestaan uit de dood. Al was ik de enige op deze hele wereld. En sta op die belofte, lieve mensen. Doe wat je kan. Wij weten dat de Heer Jezus spoedig komt. Maar wij gaan hier ook keihard door. Want wij laten ons door niemand de mond snoeren. Want in diezelfde Petrus staat. Laat je door niemand de mond snoeren. Maar doe wat er juist is. Ook al is de hele wereld tegen je. Nou, dat is bij ons ook zo vaak. Maar we zullen de waarheid spreken. Een lieve vriend van mij die zegt. Nu komen alle woorden uit. Heeft hij net nog een getuigenis van gegeven. Wij hebben soms. Zo lang in onze gedachten moeten we zo lang strijden. Maar jongens, we hebben eeuwig leven. Wat maakt die paar jaren dan uit? Ja, het is niet leuk. Ik zeg niet dat het leuk is. Ik ben de eerste die vooraan zegt dat het niet leuk is. Maar de oplossing is, de verlossing is nabij, jongens. Wij hebben de voorkennis van Heer Jezus Christus. Sta op die belofte in Jezus' naam met de kracht van de Heilige Geest. Amen.